Steenbok, leuk je kijkt naar de korte weekhoroscoop van de Mandala. En deze week is voor week nummer 40. En dat is van maandag 28 september tot en met zondag 4 oktober. Ik zal een kaarten schud om te kijken wat deze week voor de Steenbok gaat brengen. Dan lijkt het Steenbok alsof dit een week is waarin er wat twijfels zijn. Ik heb het idee dat je het gevoel hebt dat je ergens graag opnieuw aan wil beginnen. He, dus je hebt ergens aandacht voor. Dat kan zijn een studie, dat kan zijn een partner, dat kan zijn een collega of misschien wel gewoon een nieuw boek. En je hebt het idee dat je gewoon nog niet helemaal daar bent waar je wilt zijn. En ik heb een beetje het gevoel dat je misschien bang bent dat je ergens tekort in schiet. Maar je bent gewoon aan het leren. Maar dat is wel een stukje wat voor jou niet helemaal lekker voelt. Omdat je toch wel graag ergens best wel wil uitblinken bijvoorbeeld. Of dat je gewoon eigenlijk heel erg wil weten waar je staat of wat je nu eigenlijk moet doen. En dat lijkt deze week een klein beetje onzeker te zijn. Alsof er iets nieuws is waarin je echt nog je weg moet gaan vinden. En je vraagt je dan ook af of het wel de juiste weg is. Hè? Dus het lijkt deze week vooral een week te zijn waarin je zelf heel veel vragen stelt of dat je nog wel op de juiste weg zit. Dit was alweer de korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je ervan gevonden hebt. En ik wens je sowieso een super fijne week.